Ik werd de afgelopen weken zo vaak overvallen door gevoelens van puur geluk en vreugde, dat ik me serieus ging afvragen van, wat is er toch mis met me? Want waar komt dit vandaan? En het antwoord is zo bizar simpel. Het wordt niet alleen bevestigd door heel veel wetenschappelijk onderzoek, maar het is precies wat Taoïsten ons al duizenden jaren proberen te vertellen. En wat dat is, ga ik je nu uitleggen. En aan het eind van de video vertel ik je precies hoe je dat in je eigen leven in praktijk kunt brengen. Let's go! Oh, en als je vaker van dit soort video's wil zien, abonneer je dan even. Want met Nederlandstalige video's in dit algoritme hebben we een steuntje in de rug nodig. Dan weet je zeker dat je ze ook echt te zien krijgt, die video's. Ja, gelukkig worden, dat lijkt zo'n moeilijke opgave, zo onmogelijk, dat je er al bijna ongelukkig van wordt. En dat is eigenlijk ook letterlijk zo, want als jij gaat streven naar geluk, dan wordt dat dus iets wat je moet bereiken, iets wat in de toekomst ligt. En dan ga je dus eigenlijk voor jezelf een soort van bevestigen dat je niet gelukkig bent. Dus ja, daar heb je niks aan. En dat terwijl echt gelukkig zijn natuurlijk, is gewoon happy zijn in het moment. Maar hoe doe je dat? Ja, we hebben natuurlijk mindfulness. Maar ja, een beetje je ademhaling observeren. Het helpt allemaal wel, maar het geeft mij niet die geluksgevoelens die ik nu heb. Want ik liep de afgelopen weken dus de hele dag te zingen van geluk en vreugde. En ik dacht, hoe komt dat toch? Toen ben ik gaan kijken van, wat doe ik nou eigenlijk anders? Ja, ik was ietsje minder gaan werken. Ik heb heel veel op mijn bordje liggen. Dus ja, dat was op zich wel positief. Maar dat heb ik wel vaker gedaan. En toen werd ik niet zo heel gelukkig van. En op een gegeven moment kwam ik erachter van, het enige wat ik echt anders doe, is dat ik Chinees ben gaan leren. Nou, wees niet bang, de tip van vandaag is niet dat je Chinees moet gaan leren, integendeel. Maar er zit een diepere les in waar jij denk ik ook wat aan hebt. En het grappige was, ik ben een vrij doelgerichte persoonlijkheid. Dus ik was daar op een gegeven moment een uur per dag mee bezig. En ik had zoiets van, waarom doe ik dit eigenlijk? En toen ben ik voor mezelf gaan opschrijven wat de mogelijke doelen zouden kunnen zijn om Chinees te leren. Eigenlijk wel raar, want ik was er al mee bezig. En ja, voor een Taoïstische leraar is dat natuurlijk wel handig om bijvoorbeeld Taoïstische teksten in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen. Maar ja, die doelen, ik had er op een gegeven moment 8, ja, die motiveerden mij niet. Dus ik moest op een gegeven moment voor mezelf toegeven dat de enige reden waarom ik Chinees leer, is omdat ik het gewoon hartstikke leuk vind. En dat schijnt in de psychologie ook een ding te zijn. Dat noemen ze een teleologische persoonlijkheid. En dat betekent dat je dingen niet doet omdat je een doel ermee hebt in de buitenwereld, maar omdat je ze gewoon leuk vindt om te doen. Maar ja, er zijn meer dingen die ik leuk vind om te doen. Bijvoorbeeld, ja, ik vind het leuk om Qigong te doen. Dat kan ik ook uren per dag doen. Maar dan krijg ik op een of andere manier niet die intense geluksgevoelens van. Dus er moet meer aan de hand zijn. En dan komen we bij een meneer die daar onderzoek naar gedaan heeft. En die heet, en dan moet ik even mijn aantekeningen kijken, want ik kan dat moeilijk uitspreken, Mihai Csikszentmihalyi. Zo heet die meneer. En die heeft heel veel onderzoek gedaan. Die boeken heb ik 20 jaar geleden al gelezen. Daar moest ik opeens aan denken naar hoe je in een flow komt en hoe je een piekervaring kunt bereiken. En dat is heel interessant, want wat hij ontdekte is, er zijn een aantal voorwaarden om flow te bereiken. En de belangrijkste voorwaarde is dat je dus uitdagingen hebt die net iets boven je huidige vaardigheid liggen. Dus ik leer geen Chinees omdat ik er iets mee wil. Ik doe het omdat ik het leuk vind. Maar binnen dat Chinees leren heb ik wel bepaalde uitdagingen die echt meetbaar zijn. Bijvoorbeeld, ik wil 1000 karakters leren, ik noem maar wat, in 5 maanden tijd. Dat kun je bij sport, heb je dat ook, bij schaken. Als jij het leuk vindt om te koken, bijvoorbeeld, kun je zeggen van, oké, ik ga nu proberen dit en dat hele moeilijke gerecht te koken. Want het is wel belangrijk dat het een echte uitdaging is. Weliswaar een realistische uitdaging die je aan kunt, waar je niet weer depressief van wordt. Een uitdaging, en dat betekent dus dat het heeft te maken met groei. Een groeimindset. En het interessante is dat er dan van alles gebeurt in je hersenen. Want we hebben zoiets wat heet neuroplasticiteit. En dat betekent dat je hersenen nieuwe verbindingen kunnen aanleggen en ook nieuwe gebieden kunnen ontsluiten voor die specifieke skill. Dus ik merkte dus bij het Chinees leren dat de eerste maanden was het bijna een soort fysieke spanning die ik voelde als ik nieuwe woorden moest leren. Het was gewoon ingewikkeld en mijn systeem wilde dat gewoon niet. En nu is dat heel anders. Na een paar maanden zijn blijkbaar die hersengebieden ontsloten en heb ik een soort structuur in mijn hersenen om die nieuwe informatie een plek te geven. En nu kan ik de moeilijkste dingen leren zonder dat ik daar een fysieke spanning bij voel. Dat is dus neuroplasticiteit. En dat is groei. En wat gebeurt er dan? De uitdaging die je zelf stelt, die is moeilijk genoeg om al je concentratie te vergen. Dus als jij bijvoorbeeld atletiek wil leren, je wil leren hoogspringen, dan moet je al je concentratie erop focussen. Anders lukt het niet. En wat gebeurt er dan? Omdat het een echte uitdaging is, door die concentratie vallen alle andere dingen in je leven, alle shit, alle zorgen, die vallen weg. Je bent op één ding gefocust.
En dat geeft zo'n ontspanning, dan ben je eigenlijk al aan het mediteren. Dus als je een uitdaging aangaat en je probeert ergens beter in te worden, dan wordt dat een soort meditatie in actie. Wat eigenlijk makkelijker is dan gewone meditatie. En dan kom ik op het Taoïsme. Want in het Taoïsme en het Zen-boeddhisme, wat eigenlijk gewoon Chan-boeddhisme is, komt allemaal uit China, heb je heel veel verhalen van mensen die ergens heel erg goed in zijn. Die een bepaalde vaardigheid hebben, een meesterschap. En het beste voorbeeld is het verhaal over de slager in de Zhuangzi. En die slager die was zo goed in zijn werk dat als hij vlees aan het snijden was, dat hij dat zo in een flow deed dat zijn mes nooit bot werd. Dus het was flow in actie. En als je regelmatig dat soort momenten hebt op een dag dat je in de flow zit, dan komt je hele leven in een flow. Want je hebt minder last van je zorgen, je hebt minder gedoe aan je hoofd. Je hebt gewoon regelmatig momenten dat je er even niet aan denkt. En dat geeft zoveel ontspanning in de rest van je leven, dat je die geluksgevoelens krijgt. En die staat van flow, die noemen we dan in het Taoïsme Wu Wei. En dat is eigenlijk heel eenvoudig te bereiken. En ik moet altijd denken aan mijn oma. Die zat op een flatje zonder haar man. Was best wel eenzaam en best wel een beetje sneu. Maar zij was eigenlijk altijd gelukkig. En dat was omdat ze hield ontzettend van scrabbelen, puzzelen, kaarten en allerlei andere dingetjes. En zij was daar de hele dag zo geconcentreerd mee bezig dat ze de hele dag in een soort van flow zat. En dat is Wu Wei. En je ziet altijd bij voetballers bijvoorbeeld die ophouden met hun loopbaan, dat ze in een zwart gat vallen. En dat is niet omdat ze niet meer dat applaus krijgen of niet zoveel meer geld meer verdienen, maar dat is omdat ze de flow missen van het iedere dag trainen. En dan zeggen ze ook vaak van, ja, mijn leven wordt opeens zo gecompliceerd. Ja, waarom? Omdat je dus aan die problemen denkt de hele dag. En toen je aan het voetballen was de hele dag, ja, toen dacht je er ook wel aan die problemen. Het was niet zo dat ze er niet waren, maar je had iets om in een flow te komen, zodat al die zorgen een paar momenten per dag van je afvielen. Dus neem iets waar je ontzettend blij van wordt. Probeer er beter in te worden. Daag jezelf uit. Doe het regelmatig. En dan zul je zien dat die flow, dat die zich uitbreidt over je hele dag. Dat je ook op momenten dat je niet dat aan het doen bent, dat je toch in die flow gaat verkeren. Dat je die gelukgevoelens hebt. Dat je die vreugdegevoelens gaat voelen. Nou, dat was Wu Wei. En de volgende video doen we natuurlijk, ja, in het Chinees, hè? Nee. Oké. Tot volgende keer.